Waar ben je? Ik ben er. Oh, je bent daar. Oké. Hey, we rijden op weg naar school. En het is nog donker. Je hebt je licht aan. Kijk. Ja. Je hebt je licht. En de achterlicht. En ik zal eens kijken. Achterlicht ook. Oh ja, achterlicht ook. Oké. Okay. Ja. Papa heeft ze ook aan. Ik heb ze ook aan. Alleen jij hebt een beetje gelig op de. Ja. Ik heb ze nog nooit aangehad, dus daarom zijn ze ook nog zo lichtig. Ja, ze zijn helemaal nog. Het is de eerste keer dat ze eigenlijk aan functioneel, hè? Ja. Ja. Nou, fiets jij hem even voor, want je weet hoe we moeten fietsen. We hebben een beetje afgesneden. Ja. Goed zo. Maakt niet uit of je daar meer met deze in zou nemen. Oké. Okay. Want ze rijden allemaal dezelfde kant op. Alleen ze maken allemaal een langere route. Oké. Okay. Nou, zorg dan maar voor nu voor de kortste route. Nee, want het, ik voel af en toe een druppel. Voel jij ook af en toe een druppel of niet? Oh, maar dat komt door die helm, hè? Dan voel je dat niet. Nee, dan voel ik ze wel een beetje. Ja, ik heb iets. Waarom dan? Niet echt. Ja. Nee, de kortste route, dat was anders geweest, maar er was een vrachtwagen stond daar. Nee, want anders raak ik helemaal de bocht. Oh ja, dat moeten we niet hebben. Route. Oh, oké. Okay. De koetsroute was als we niet door de bus. Oké, het is nu vrijdag. Bijna weekend. Wat gaan we het weekend doen? Open Oma camping. Open Oma camping gaan we heen. Open Oma Femke. En dan nog de rest weet ik niet. Volgens mij gingen we zondag zwemmen. Nee. Yep. Bommetje. Ja, maar eerst gaan we even verder. Ja. Ik moet wel kant op. Oké. We gaan zo meteen deze kant op. Oké, ik volg jou. Ja, ik volg jou. Oké, er liggen geen bladeren. Er liggen geen bladeren. Ja, ze hebben de bladeren opgeruimd, de mensen van de gemeente, denk ik. Ja, dus jij hoeft eigenlijk geen zorgen te maken. Nee, ik hoefde me geen zorgen te maken over de gladheid. Nee, want het zijn allemaal droog. Ja, het pad is goed bewandelbaar. Maar ja, ook gefietst. Of fietsbaar. Nee, ja. Je wiebelt wel hoor, schoonheid. Jongen. Dat wil ik dus niet. Maar dat wiebelen wil je niet. Oh, nou dan moet je proberen je stuur. Oh, heuveltje. Ja, dat is gewoon met dit bos. Is dit met dit bos? Ja. Dit is het heuvelbos. Eigenlijk zie je wat auto's. Ja, ik zie wat autootjes hier om me heen zo. Ja, maar het is een bos. Ja. Nou ja, het is eigenlijk wel ook mensen wonen. Ja. Maar het is zelfs nog een bos. Oké. Waarom? Omdat het... waarom? Omdat er heel veel bomen staan. Oh, is dat de definitie van een bos? Omdat er veel bomen staan... Heet het een bos? Ja. Oké, okay, nou ja, ik ben blij dat ik... Gaan we kijken naar de boom of die echt in het water ligt? Ligt de boom in het water? Dan is het een waterboom. Ja. Even kijken. Hop. Hij ligt er echt bij. Hij ligt er, ik zal even inzoomen voor de kijkers thuis. Er is een boom, er is een tak afgebroken door de storm afgelopen keer. Ja. Nou ja, goed. We hebben het weer gehad. En hier, even kijken, zijn de schildpadden er nog? Nee, ik zie geen schildpad. Oh, het is een onderwater schildpad. Hij komt in de winter. Blijf lekker filmen. Ja, ik blijf lekker filmen. In de winter komt hij niet voor. In de winter is hij weggevlogen? Nee. Oh. Dan ligt hij in het water lekker te chillen. Te chillen? Hij ligt in het water te chillen? Ja. En zoals jij in het bad? Alleen dan bij de bodem ligt hij met overal waar hij maar kan lopen. Beneden en blijf lekker filmen. Ja, ik blijf lekker filmen. Beneden... onderheen.
Maar dat weten wij niet, dus daar kan hij ook zijn. Oh, hij kan overal zijn. Hij kan hier... Wat wil je zeggen dat hij hier onder jou doorgaat zo? Ja. Dat er een verbinding is tussen dat water en dat water. Ja. Oké. Het is dus al meters groot. Meters groot, ja, ik begrijp het, ja. Maar goed, zullen we doorfietsen? Dan kunnen we bij 6 meter groter. Oké, dan kunnen we bij het schoolplein kijken. Want daar zijn ze natuurlijk ook verder gegaan. En dus, ja? Hier overal waar wij nu rijden, ja? Daar is het water voor de kids. Oké. Dus ook waar de bomen zitten, ja? De stammen, daar loop je onder door. Onder de stammen door? Ja, oké. Dat is wel lekker voor de boom, dan kunnen ze een beetje water drinken. Ja, ze hebben 100 water genoeg. 100 water? En die boom die gaat eens een keer weg. Oh. Want als ze gaten hebben door de veel water, ja? Dan gaat ze weg. Oké, okay, dan, dus dan kunnen ze zijn dat de elfjes erop gaan zitten. De elfjes? Want jij bent in het elfendorp geweest? Nee. Maar ik heb een boek ervan en daar staat alles in. Oh ja, je hebt een elfenboek. Ja, dus ik weet er alles van. Je weet er alles van. Je bent eigenlijk de elfendokter. Ja, elfen. Kabouters. Nou, rij je even voor, want ik, het is, ik slingel de zo. Kabouters die hebben ook de elfjes. Oké. Want kaboutertjes, die willen ook op die blad. Dan heb je maar één blad. Ze ook op één blad kunnen zitten. Ja, met z'n allen op één blad. Maar de elfjes die zijn zo klein, dus ze kunnen er al 100 op. Oh, zo. Ja, 100 elfjes op één blad. Ja. Nou, dan is het wel een heel groot blad. Of hele kleine elfjes. Hele kleine elfjes, want mijn moeders die werken vaak in huis. Ja? Oké, let jij even op die auto's. Ga jij maar voor. Ja, ik volg jou wel. Stop. Ja, ik stop. Kunnen we? Ja, we kunnen. Nee. Jawel. Kom maar. Hallo. Hop. Papa. Even kijken, dan zet ik hem even hier neer, de auto, de fiets, ja? Oké, okay, de fiets hebben we vastgezet. Ja. Wat ga je? Ik heb de sleutel. Ja, je hebt de sleutel. Ja, ik loop met je mee. Ja. Wat ga je doen dan? Waar ga je heen nu? Ja? Nee, je klas, die zit helemaal aan de andere kant, toch? Ja. Ja, maar dan gaan we niet helemaal heen lopen nu. Ja. Nee joh, je moet zo naar binnen. Nee, dat durf ik niet. Je moet zo naar binnen. Dat hoor je de bel. Ja, hoor je bel dan? Oké. Als hun rennen, ja? Naar binnen, dan is de bel. Oké. Nou, moet je maar even doorlopen dan, hè? Ik wil even laten zien. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. We moeten alleen rechtdoor lopen. En dan... Ja? Dit is groep 4. Groep 4 is dit? Daar zit jij niet in? Nee. Jij zit in? Groep 3 op dit moment. Ja. Dat is hier? Ja. Oké. Okay. Je ziet nieuwe plaatjes. Je zit hier? Ja. Dit is jouw groep? Ja. Oké, okay, en waar zit jij dan? Daar zo. Daar je zo. Je hebt die twee tafels uit elkaar, hè? Even kijken, de vooraan bedoel je? Ja. Met die met dat paarse mapje erbovenop. Ja. Daar zit jij? Ja. Dus dat is deze stoel. Ik zal even inzoomen. Deze stoel. Oké, okay, nou. Waarom is onze juf is er niet? Nee, die juf is zo even koffie drinken. Ik snap niet. Dit hebben. Dat is het scherm wat je op de grote scherm ziet. Op het digibord. Ja, maar ik heb dit nog. Oh, de bel. Nou, ho, rustig. Nou moet ik opeens rennen. Daar heb ik geen zin in. Nee. Nee, ja. En dit is groep 4. Die hebben hetzelfde alleen nog. Ja, dit is groep 4. Oké. Die hebben al wat moeilijk. Die hebben al een beetje moeilijker niveau. Ja, maar die gaan al met echte woorden. Oeh, echte woorden. Jij wil net woorden. Wij hebben nog met 3 of 4 letters. 3 of 4 letters. Oké, ik snap het. We hebben al met 5 of 6 of 9 letters. Echt waar? Ja.
Tjonge, dat is wel moeilijk. Dus we gaan al echt omhoog zitten. Ja, ja, ja. Maar in groep 8, groep 7, ga je echt met moeder zitten. Oké. Okay. Ja. Hey, ik wens je een goede schooldag. Ja. Kom ik je vanmiddag ophalen? Ja. Ja? Oké. Okay. Doei. En vergeet niet twee dikke kussen, twee dikke duim en twee dikke zonnetjes. Oh, zonnetjes ook. Oh ja, zonnetjes zijn ook altijd leuk. Doei.